Welkom allemaal bij een nieuwe video en welkom bij wat GTA 5 challenges. En vandaag zijn we weer terug in singleplayer, want vandaag gaan we een challenge doen met een vliegtuig die volgens mij alleen in singleplayer zit. En dat is het grootste vliegtuig in de game. En ik heb ooit eerder een soortgelijke challenge gedaan met een kleine vliegtuig. Ik weet niet meer precies hoe dat ding heet, volgens mij de cargo plane. En ditmaal gaan wij gewoon die grote Boeing gebruiken. Dus wat we gaan doen is, we gaan proberen om die Boeing boven op het topje van de Maze Bank te landen. En ik zeg je één ding, waarschijnlijk gaat dat niet lukken. En de reden waarom is omdat die vliegtuigen gewoon echt instant ontploffen wanneer ze iets aanraken. Dus ik wil het wel proberen. Ik acht de kans zeer klein, maar we gaan het zien. En we pakken hier eens even een vrachtauto. We gaan even richting het vliegveld, kijken of er eentje staat. Dat is ook nog een vraag. Ik zou hem kunnen cheaten, denk ik. Er zullen waarschijnlijk cheats zijn dat ik die dingen kan inladen. Maar we gaan eerst even kijken of ze daar gewoon staan. Kijk, daar vliegt er eentje. Die hebben wij nodig. Alleen dan niet in de lucht. En die kan je gewoon besturen. Dus dat is op zich wel nice. Alleen de vraag is of ze er staan. Mocht jullie verder eens nog wat leuke challenges weten, laat ze zeker achter in de comments. En misschien hebben we de volgende keer wel jouw challenge doen. I don't know. Weet jullie nog dat ik de laatste keer naar bus aan het zoeken was? Daar rijdt er een. What? Nog een bus, natuurlijk. Ik heb toen echt een uur lopen... Nog een bus! Dat is een kleiner, of niet? Ik heb de laatste keer echt een uur lopen zoeken. Of in ieder geval sowieso drie kwartier na een bus. En nou zie ik ze allemaal. Ah, dit is trouwens ook singleplayer natuurlijk. Er rijden veel meer. Ik weet trouwens ook niet of ik überhaupt wel welkom ben in het vliegveld. Gezien het feit dat ik hier geen hanger gekocht heb. Dus waarschijnlijk krijg ik gelijk politie achter me aan. Dus weet je wat ik doe? Kan ik hier saven? Quick save. Yes. Dan kan ik hier tenminste de volgende keer inladen. Want ik kan je garanderen dat we sterven. 100%. Ben ik hier welkom? Het antwoord is nee. 3 sterren politie. Het is wel fijn als ze in ieder geval een hek open hebben gezet. En... Kijk, daar heb je er een staan. Maar volgens mij kan je die niet besturen. Maar het is wel een soort gelijke. En... Ik heb... Wat? Ik heb geen band. Wat de hel is er gebeurd met mijn band? Weet je, ik pak wel even deze. Kan ik hier tenminste weg? Maar we zijn dus op zoek naar zo'n grote Boeing. En ik had stiekem op dat ze hier al zouden staan. Het antwoord is nee. Dus waarschijnlijk moeten we even een rondje vliegen, komen terug en dan zal er waarschijnlijk al één staan, gok ik. Ik zal eerst even kijken of we de politie kunnen kwijtraken. De cops! Oh, gee! Hé, mazzel. Ik zal eens even rondkijken. Want er staan er hier rechts wel een paar, maar daar kun je dus niet in. Voor zover ik weet. Het zijn dezelfde vliegtuigen, maar... Volgens mij kan je daar niet in. Stond die er net ook al, die grote? Dat lijkt wel de juiste. Wacht eens even, hè. Ik ga eens even kijken of ik daar kan instappen. Want dat lijkt exact dezelfde te zijn. Of niet, I don't know. I don't know. Ik stap in ieder geval even hieruit. Moet wel snel zijn, de politie komt eraan. Snel! Is dit dezelfde? Hij is wel groot. Snel, snel. Kaipira? Of weet dit? Oh, dit. Oké. Okay. Hier kan je dus ook gewoon in. Kijk. Kaipira. Nog wat dus. Kaipira Airways. Alright. Dan moet ik alleen nog even de lucht in zien te komen. Dat wordt dan moeilijk genoeg. Want dit ding is echt... dit ding is huge. En dan moet je ook nog nagaan dat ik straks probeer te landen. Op een klein... op een kleine toren. What? Dit is wat ik bedoelde. Er reed een auto voor. Hij ontploft al. Dat ding ontploft instant. There is no way dat ik dit ding... boven op de Maze Bank kan landen. There's no way. Ik ga even die andere save game loaden. Even kijken. Dat is deze. Dan zijn we in ieder geval gelijk bij het vliegveld. We're back, baby. Ik vraag me af of ik ook kan saven terwijl ik in zo'n vliegtuig zit. Ik denk het niet. Dat zou op zich wel nice zijn. Maar omdat dit een wanted area is, zal dat waarschijnlijk niet werken. We moeten dus op zoek gaan naar die hele grote vliegtuigen. Kijk, die daar staan zijn kleiner. Die zoeken we niet. Daar kun je niet in. Volgens mij kan het niet, maar ik kan het altijd even proberen natuurlijk.
vrij zeker van niet. En nope, hier kan je niet instappen. Kijk, weet je wat het ding is? Het feit dat mijn vliegtuig net zo snel ontplofte, benadrukt eigenlijk al hoe onmogelijk deze challenge is. Als een auto er al voor kan zorgen dat mijn vliegtuig instant ontploft, laat staan een gebouw. Ik zou dan zo rustig moeten landen. There's no way. There is no way. Ik wil op zijn minst een paar keer proberen. Maar ik zie dat niet gebeuren. Mocht het wel lukken, zou het des te mooier zijn. Maar nee. Nee. Dun, 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 dun. Jij bent aan, maar wat doe jij hier? Er zit iemand in. Er zit letterlijk iemand. Wat doe jij hier? Wat zit jij hier te wachten? Hey. Op showdemeter, hè? Ik giet hem er gewoon uit. Hey, baba. Baba. Kijk, deze dingen ontploffen niet zo snel. Ik kan hiermee gewoon letterlijk een auto aan de kant duwen. En er is niks aan de hand. Ik zou dit ook makkelijk kunnen landen. Maar, nogmaals. We zijn hier voor het grotere geschut. Oeh, ik ben wel geneigd om met dit soort vliegtuigen allemaal gekke stunts te gaan doen. Dat kan wel badass zijn. Onder een brug door. Hier zo. Oh, dude. Ik ben zo geneigd om er onderdoor te gaan. Ik ga het niet doen. We gaan eerst eventjes terug. Misschien een leuke challenge voor de volgende keer. Autosave? No. Ga weg. Ga weg. Misschien voor de volgende keer. Dat we stunts gaan doen met vliegtuigen. Door gekke dingen heen vliegen en zo. Kan nice zijn. Zeker. Oh god. Oh god. Oh my god. Nee! Oké. Okay. Heb ik een schietstoel? Ik heb... Oh, en ik heb geen parachute. Oh, you kidding me? Oh. Oh. Oh my god. Oké, boys. Ik heb een waanzinnig idee. Het is bizar dat ik hier niet eerder op ben gekomen. Nee, ik wil niet achterin. Ik wil voorin. Nee, ik wil voor... Dank u. Wat ik van plan ben is... Ik wil ten eerste even zo'n vliegtuig fixen. Ik moet de lucht in komen. Maar als ik in de lucht ben en ik ben de politie kwijt, dan kan ik hem saven. Waardoor ik niet telkens opnieuw een vliegtuig hoef te zoeken. Dus dat is op zich wel een goed idee. Alleen, nogmaals, ik moet wel eerst een vliegtuig vinden. En dat blijkt al lastig genoeg te zijn. Maar, ja, vliegtuig vinden, politie kwijtraken, saven. Dit is letterlijk het makkelijkste van deze challenge. En hier heb ik al veel moeite mee. En ik weet ook niet of we hier snel weg kunnen gaan, want ik moet hem eerst eens achteruit zetten. Er hoeft ook maar weer één politieauto ervoor te parkeren. En I am done. We gaan het zien. Snel! Oh mijn god, dit ding komt gewoon niet op gang, hè. Ga! Hallo? Oh, nou wel. Misschien moet ik de andere kant op draaien. Dat is op zich wel een goed idee. Ik moet zeggen, hij stuurt wel gigantisch scherp. Oh, blijkbaar alleen vooruit. Vooruit stuurt hij scherp. Achteruit niet zo. Gewoon achteruit in parkeer. Oh, pas op. Pas op, pas op, pas op, pas op, pas op. Pas op, pas op, pas op. Oh mijn god. Ik kan niet eens vooruit. Oké, wacht. Ze proberen letterlijk nou de weg. Please don't blow up. Oh no. Oh no. Oh no. Don't. Yes! De kust is veilig. Er vliegt een helikopter op mij. Wat een mafkeze. Ja, voor zover ik weet zitten deze dingen niet in multiplayer. Mocht dat wel zo zijn, dan... voel ik me best wel dom. Dus hopelijk is dat niet zo. Nou moet ik dus de politie zien kwijtraken. En er vliegt een heli achter me aan. En ik geloof niet dat ik die elk moment kan kwijtraken. Beter gezegd... Ik geloof niet dat ik die überhaupt kan kwijtraken. Hij rookt wel. Dit ding is ook zo traag, jongen. Ik vraag me af of ik hier kan saven. Zal ik eens proberen? Kan ik gewoon saven? Werkt gewoon? Oh, mijn motor rookt al. Oh, no! Het gaat zo snel. Ik heb geen motor nodig. We hebben er nog drie meer. De grote vraag is alleen... Hoe kan ik hier op landen zonder al te veel kaboom doen?
Niet op die manier. Ik zeg je, die dingen ontploffen on impact. Echt letterlijk gewoon... Ik weet nou niet of dit komt omdat mijn vliegtuig al beschadigd is. Want... Ja, die motor was... Maar rookt nou trouwens niet meer. Is hij gerepareerd? Nou, ik weet dus niet of het eraan lag dat die motor beschadigd was net of niet, maar... We gaan nog een keer proberen. En er staat een helikopter op. Oh mijn god, hoe ga ik dat doen? Ik kan me herinneren dat ik deze challenge dus eerder heb gedaan met een ander vliegtuig. En toen vergat ik die autosave. Of die, het heet geen autosave, het heet quicksave. Dus iedere keer als mijn ding crashte... Oh mijn god. Toen, moest ik alles opnieuw doen. opnieuw weer een vliegtuig zoeken. Opnieuw weer heen vliegen. Het duurde echt een eeuwigheid. Dit gaat hem zijn, boys. I can feel it. I can feel it. Weet je wat ook het probleem is? Je hebt geen idee hoe ver je weg bent. Het is heel lastig om afstand in te schatten. En ook waar je moet remmen. Ik rem veel te vroeg. Hij blijft hangen. Oh, ik hoor geluid. Ik hoor het aan het geluid. Dat is fout, de boel. Yes! Ik heb hem geparkeerd. Ik doe letterlijk nou helemaal niks meer. Hij hangt daar. Dus in theorie challenge completed. Ik ga proberen om hem een beetje op te schonen. Dat we echt netjes op het dakje zitten. Al... Vond ik dat we het best wel goed deden net. Ik had iets eerder moeten remmen. Maar ik denk dat dit onze halt is. Kijk eens aan. Kijk, en als je dan verder wil vliegen, dan stap je weer in. En dan... ik kan niet meer instappen. Maar ik heb hem wel geparkeerd. Kijk eens aan, boys. We did it. High five. Boop. Zelfs de nieuwszenders komen kijken van... What the fuck is hier gaande? Inderdaad, ja. Inderdaad. Alright, we gaan nog een poging doen, maar dit is mission accomplished. Ik denk oprecht dat ik dit niet na kan bootsen. Ik rende te vroeg. Ik denk oprecht dat ik dit niet een tweede keer kan doen. Het feit dat het mij net al gelukt is in 3 of 4 pogingen, is best wel insane. Ik ben er best wel blij mee, want het bespaart me letterlijk een uur van mijn leven. Want... Kijk, ik ga nou sowieso blijven proberen. Maar als het nou te lang niet lukt, dan heb ik zoiets van... Oké, weet je wat? Ik heb het 1 keer gedaan. Good enough. Next. Maar ik ga toch proberen om het nog een beetje op te poetsen. Oeh, dit is een nette. Dit gaat hem zijn, boys. Kijk. Oké, weet je wat? Ik denk dat we dit geen tweede keer meer kunnen doen. ik denk het niet. Ik ben nou zo'n 3 kwartier bezig. Ik denk dat we de afscheid gaan nemen. Mochten jullie het beter kunnen doen, ik zou zeggen, stuur me een video via Twitter. Ik ben benieuwd. Maar ik ga het hier belaten. En mocht je dus nog een leuke challenge weten, laat die achter in de comments. Verder is voor het leuk. Drop een like, abonneer of meer. Klik op de bel. En hopelijk tot al snel. Houdoe!